eigenlijk is dit een... Ja, kijk even mee, jongens. Oh, ja, zonnetje schijnt niet vandaag, hoor. Dus, hey, dat gebeurt ook wel eens een keertje in Spanje, hoor. Maar dit is eigenlijk een oproep, beste vrienden. Een oproep om heel erg te gaan reageren zo. Oh, schrijven. Want, vrienden, ik moet jullie zeggen, ik zit helemaal nu in Netflix. Ja, en ik zit in een serie en dat komt gewoon vanwege alle bagger op televisie. Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Daar heb ik al eens een eerder, heb ik daar allerlei verhandelingen over gehouden. Dat er zoveel bagger op tv is. En dan niet alleen bij Talpa, ook bij die andere hoor. Ook bij RTL. En daar is ook bagger. Maar iets minder bagger. En dan hebben we Talpa als de grote baggeraar. Dat is wat het zo vervelend maakt om televisie te kijken. En ik ben er eigenlijk ook mee gestopt. Ik kijk geen tv meer. Nee. Want het zijn alleen maar die bekende Nederlanders. Is me dat eigenlijk zeg. Is dat een potje vervelend. Wanneer houden ze daar nou eens mee op? En het is, weet je, het is ook zo truttig. Het is de vertrutting, de truttigheid van Nederland komt daar in beeld gewoon. Want daar staan die mensen weer, die bekende Nederlanders, die staan daar weer achter zo'n deskje. En die doen weer mee aan een lullig taalspelletje of een woordspelletje. Of moeten een liedje raaien of moeten raaien of een dier in Afrika zit, ja of nee. En het is me van een lulligheid, kent geen tijd. En daar staat dan weer van Koningsbrugge en Guus Meeuwis heeft al lang aan meegedaan. En nu staat die Kemps, die staat er weer in. Want die wordt daar dus ook weer ingedouwd in al die desken. Want ze hollen van de ene studio naar de ander. Want ze weten bij God niet meer in welke lulligheid ze staan. Maar het is ook jaren 50 televisie, jaren 60. Toen was dat lullige spelletjes en lullige quizjes en paneltjes, dat was toen. En dat doen ze nog, nu weer. En dat is die enorme truttigheid die we nu hebben. Maar goed, en daarom kijk ik geen tv meer, maar naar Netflix. En ik zit nu, vrienden, midden in een serie en die heet Ozark. Schrijf hem op, O-Z-A-R-K. Ozark, dat is hem. Daar moet je naar kijken. Ja, dat gaat over een accountant. En die wordt bedreigd door een drugskartel uit Mexico. En die moet geld gaan witwassen. Verder vertel ik er niks over. En daar zit ik dus middenin. Dag in dag uit ben ik verslaafd aan Ozark. Daar kijk ik nu naar. En dat moeten jullie ook gaan doen. Maar jullie weten waarschijnlijk nog veel meer series, nog veel meer leuke dingen op Netflix. Schrijf ze op. Laat het weten aan mij en niet alleen aan mij, ook voor alle volgers. Dat jullie elkaar vertellen en uitwisselen waar we naar moeten kijken. En zo voorkomen we dat we niet hoeven te kijken naar al die baggers.